Hallo, mijn naam is Evelien Raziers. Ik ben onderzoeker op proefstation voor de groenteteelt en kom jullie vandaag wat meer zeggen over vruchtiging in de praktijk en hoe dat gebeurt. Normaal hebben jullie misschien al het stukje van Bertus Schutter gezien over de theorie achter ontvruchtiging en wat daar dan het theoretisch potentieel van is. Maar ik wil graag verder ingaan op wat we eigenlijk waargenomen hebben in de praktijk en hoe dat we dat specifiek kunnen gaan toepassen. Ik heb het eigenlijk opgesplitst in twee types van ontvochtiging. En het eerste type noem ik eigenlijk lokale modules. En dat zijn eigenlijk van die typische kasten eigenlijk die je hebt hangen meestal boven in de cellen, die eigenlijk heel lokaal je lucht gaan ontvochtigen. Wat heel typisch is aan zo'n kast is dat die dus in de kast zelf hangt, dat die daar de lucht aanzuigen en ontvochtigen. En heel typisch werkt die op elektriciteit en maakt die ook gebruik van koelvloeistof waarmee die dan de lucht gaat koelen. Hoe werkt dat dan specifiek? Je kan dat een beetje vergelijken met het mechanisme van een koelkast. Dat heb ik hier links uitgebeeld. En in een koelkast circuleert er dus een koelvloeistof, wat met de buitenste pijlen is aangeduid. En die koolvloeistof die gaat verdampt worden. En om te kunnen verdampen, heeft deze meer warmte nodig en gaat die dus warmte absorberen, onttrekken eigenlijk aan de lucht in de koelkast, waardoor die lucht gaat afkoelen en dan de koolvloeistof gaat verdampen. En dan verder in de cyclus gaat die dan later terug condenseren, waardoor die dus warmte vrijgeeft. En die warmte wordt dan vrijgegeven buiten de koelkast. Hè? Dus dat je lucht onttrekt, warmte onttrekt in de koelkast en die dan buiten terug gaat afgeven. Een ontvochtingssysteem in een kast van het type van een lokaal module gaat eigenlijk heel gelijkaardig te werk. Maar in plaats van dat de warmte wordt onttrokken binnen de koelkast, gaat die eigenlijk warmte onttrekken van de vochtige kastlucht. En door die warmte te onttrekken, gaat die lucht koelen, gaat die condenseren, waardoor dat dan hier het vocht wordt opgevangen. En dan, wanneer dat de koelvloeistof dan terug gaat condenseren, geeft die dan terug warmte vrij aan de drogere kastlucht, om dan die terug op temperatuur te brengen. En zo eigenlijk heb je ook een cyclus die dan de lucht gaat drogen. Het voordeel van zo'n lokale module is dat het eigenlijk een heel makkelijke installatie is. Het is gewoon een box dat je in je kast gaat hangen. En bovendien ook, vergeleken met de modules die ik zo meteen ga bespreken, hebben zij ook een iets lagere investeringskost. Maar het nadeel van die modules is dat het in verticale heel moeilijk gaat om het klimaat te homogeniseren. Omdat je eigenlijk meer een stroming hebt van lucht boven het gewas, maar eigenlijk de vochtige lucht bij een verticale teelt tussen de planten moeilijk tot bij het systeem geraakt. En dan heb je eigenlijk vaak een vrij heterogeen klimaat in de kas. Het werkt wel vrij goed als je kijkt naar horizontale teelten. Hier is eigenlijk een praktijkproef ter illustratie. Dat is een proef die uitgevoerd is in een Frans onderzoekscentrum KT. En zij hebben eigenlijk dergelijk systeem onder de grote geplaatst. In 2011 hebben ze dat eerst gewoon zo geprobeerd. Maar dan in 2012 hebben ze gemerkt dat omwille van dat heterogeen klimaat dat het beter werkt als ze er slurven aanmaken aan het systeem, zodat de lucht echt tot onder de plant gebracht kan worden. Wat je hier ziet, dat er met dat systeem eigenlijk toch een mooie energiebesparing gemaakt kon worden. Dus overheen het jaar kon er in deze proef 12% energie bespaard worden. En dat is dan inclusief het elektriciteitsverbruik van van de module zelf. Dus dat is toch een heel mooie energiebesparing. En daarmee wordt ongeveer 21,4 gram vocht per uur afgevoerd. Wat voldoende was om je kastklimaat op 80% relatieve vochtigheid te houden. Qua totale energiebesparing zijn ze in 2012 dus ingeslaagd om 12% energie te besparen. Maar mits wel een klein productieverlies, ik denk dat je het goed ziet als je de jaren vergelijkt. En je kan er echt wel
meer energie mee gaan besparen. Maar dat gaat dan soms wel ten koste van de productie. Dus er is wel een evenwicht om te zoeken. Maar 9% energiebesparing zonder productieverlies is dus wel mogelijk. Tweede soort systeem is eigenlijk een systeem dat gecentraliseerd is in de kasgevel typisch. Hier zie je enkele foto's. En zo'n systeem, ja, hoe werkt dat? Dat zijn systemen dat dus in de kasgevel zijn ingebouwd, vaak met een dubbele wand, waardoor dat de vochtige kaslucht eigenlijk achter de dubbele wand wordt aangezogen en dat die daar in die dubbele wand dan wordt ontvochtigd en dan via vaak slurven en ventilatoren de droge lucht dan terug in de kas wordt gebracht. En zo'n systemen bestaan zowel met als zonder warmterecuperatie. Een voorbeeld van een systeem zonder warmtecuperatie is het modulair systeem van Van der Hoeven. En ik ga hier ook tonen hoe dat zo'n systeem werkt. Dus je ziet hier eigenlijk de kas en met dan hier een dubbele kaswand en dan onderaan de slurven. Dus wat er gebeurt is dat je eigenlijk in de kas gaat die warme vochtige lucht stijgen en gaat die worden aangezogen tot achter die dubbele kaswand. Die wordt hier aangezogen. En dan, wat er ook gebeurt in die kaswand, is dat er koude lucht van buiten wordt aangezogen. En dat gebeurt hier door een soort filtermat. En op die filtermat, ja, die gaat dus heel sterk afkoelen, waardoor dat de warme kaslucht daarop gaat condenseren. En dat vocht wordt dan hier opgevangen. De verse buitenlucht met de vochtige kaslucht gaat dan hier mengen. En zo op temperatuur komen, vaak nog wel wat extra bijverwarmd worden. En dan wordt deze zo via ventilatoren en slurven tot in de kas gebracht. En dan verspreiden die slurven dan zo op die manier de droge lucht tot onder het gewas. Een ander systeem van zo'n systeem gedecentraliseerd in de kasgevel is het systeem van Air and Energy van Maurice Kassenbaum. Dat systeem heeft dus wel warmterecuperatie, maar gaat voor de rest vrij analoog te werk. Dus het begint eerst hier ook door de warme, vochtige kaslucht hier aan te zuigen achter de dubbele kaswand. Die gaat dan hier door de warmtewisselaar, waar ik zo meteen op terug zal komen. Daar wordt de lucht in dus ontvochtigd. En dan komt er droge lucht opnieuw tot in de slurven gebracht met ventilatoren. Die dan de lucht zo mooi tot onder de planten gaan brengen. Zo'n warmtewisselaar, wat houdt dat nu eigenlijk in? Dat is eigenlijk een systeem met een soort lamellen waarover dat zowel uw koude buitenlucht als uw warme kaslucht gaat stromen over heel dunne plastic laagjes. Maar deze gaan niet in contact komen met elkaar rechtstreeks, dus ze gaan niet mengen, maar ze gaan wel warmte kunnen uitwisselen. En wat je dan krijgt is dat je eigenlijk hier uw vochtige warme kaslucht gaat aanzuigen en dus in die dubbele wand. En die gaat eigenlijk naar buiten stromen. Terwijl het die naar buiten stroomt, gaat hij dus warmte uitwisselen met buitenlucht. Die wordt aangezogen. Die buitenlucht is veel kouder. Dus waardoor dat hij deze warme kaslucht gaat afkoelen en gaat zorgen voor condensatie. Daarbij komt er dan ook weer latente warmte bij. Door dan de condensatie. En door zowel die latente warmte als die warme kaslucht gaat die aangezogen buitenlucht verwarmd worden. En dan zie je eigenlijk dat die zonder enige energie aan toe te voegen, zonder extra te gaan bijverwarmen, zie je dat die gedroogde lucht eigenlijk tot 18 graden Celsius binnenkomt. En dat dat met een beduidend lagere relatief vochtgehalte. En zo'n systeem werkt dus alleen uitsluitend, vraagt deze kost voor de ventilatoren. Je kan eventueel wel nog een verwarmingsbuis hier in de dubbele kasgevel leggen om eventueel nog die graad extra bij te verwarmen. Maar daarvoor kan je zelf kiezen. Opnieuw heb ik proefresultaten van het onderzoekscentrum in KT. Dus zij hebben eigenlijk een dergelijk systeem aangelegd in een kleine afdeling. En als ze daar ook zagen is dus dat of ze op jaarbasis hebben zij zelfs 16% elektriciteit kunnen besparen. En dat is weer inclusief
hun elektriciteitsverbruik. Dus voor hun proefkas ging dat over 500 vierkante meter. Hebben ze daar maar een energieverbruik van de ventilatoren van 10,2 kilowattuur per vierkante meter. Maar als ze dat dan zouden doortrekken voor een grote serre, zou dat ongeveer 8 kilowattuur zijn. Het vochtafvoer is wel wat lager dan als je echt naar zo'n lokale module kijkt. Slechts 8 gram per uur, maar ook dat was in deze telt voldoende om het vochtgehalte op 30% te houden. Omdat je natuurlijk, zodra dat de plant echt veel begint te verdampen op de zonnige dagen, dat je toch sowieso je ramen moet openen om je temperatuur op niveau te houden. Ze hebben dat dus meerdere jaren getest, dat systeem, en konden op 4 jaar tijd tussen de 15% en 20% energie besparen. En de productie is zelfs iets wat gestegen, zelfs met 5% meer productie met behulp van het systeem. En dit komt eigenlijk omdat je door die droge lucht echt tot onder de planten te gaan brengen en die gaat duwen door je gewas. Krijg je eigenlijk een veel sterkere verdamping, een veel sterkere fotosynthese, waardoor je dus ook degelijk meer producties kan halen. Dat is het voor systemen die ook nu al wel wat op de markt zijn. Maar ik wil ook een stukje toekomstperspectief aanhalen. Er is in het verleden bij ons op het proefstation een heel korte proef mee gebeurd. Met behulp van dus een damp-warmtepomp in combinatie met een warmte-massa-wisselaar. En dat is ontwikkeld door UGent in samenwerking met ILVO. En hoe gaat dat te werk? Je ziet hier eigenlijk de doorsnede van een goot. Dus dit is een goot en dan zie je hier onderaan een slurf doorheen de goot. En dat werkt eigenlijk, het systeem werkt door eigenlijk vochtige kaslucht te gaan aanzuigen van boven, die dan aan de zijkant eigenlijk, die dan gestuurd wordt door de slurven. En in die slurven wordt de vochtige lucht bespoten met een soort geconcentreerde zoutoplossing. En dat zout gaat dan het vocht opnemen uit de lucht en dan terug opgevangen worden. En dan, behulp van de dampwarmtepomp, kan dan die zoutoplossing terug opgeconcentreerd worden en gerecupereerd worden. Dat systeem is heel belovend. Hij heeft bij deze korte meetsessies aangetoond. Daar heb je enorme energiebesparing kunnen realiseren van 80% overdag en 53% 's nachts. En gemiddeld was dat voor een volledig etmaal was dat zo'n 60%. Dus het zijn toch veelbelovende cijfers, maar tot nu toe stoot het systeem nog wel op veel technische problemen, omdat de zoutoplossing heel corrosief is. Maar we hopen dat dat in de toekomst echt wel praktijk klaar is en dat we daar ook heel mooie energiebesparingen mee gaan kunnen realiseren. Dus kort samengevat, er zijn dus echt wel mooie energiebesparingen mogelijk met ontvochtigingssystemen. Met lokale modules kan je zo'n 9-12% energie besparen. Natuurlijk omdat die systemen zelf een iets hogere elektriciteitsvraag hebben. Een systeem zoals Erin Energy met warmterecuperatie, daar kan je zelfs 15-20% mee gaan besparen. En gaat soms ook bij correct gebruik gepaard met meer producties. En je hebt ook natuurlijk dan die dampwarmtepomp, wat dan meer voor in de toekomst is. Maar dan kan je ook op het maal ook zo'n 60% energie besparen. Maar zoals ik al zei, op jaarbasis moeten we dat nog wel aantonen. En dat gaan we hopelijk doen in het Energiek-project dat binnenkort van start gaat. Als je dan wilt gaan kiezen tussen dergelijke systemen, ik denk dat je zeker afwegingen moet maken per teelt en voor de per installatiekost. Omdat je natuurlijk je wilt zeker dat je een homogeen klimaat hebt, maar dat je ook het kan afbetalen op hele korte termijn. Dus dat was eigenlijk heel kort samengevat wat de praktijkresultaten zijn van de actieve ontvochting. Moesten er nog vragen zijn, je kan me altijd bereiken via dit e-mailadres of via dit telefoonnummer of natuurlijk ook altijd gewoon via ons algemeen telefoonnummer van het proefstation. Bedankt en wie weet hoor ik binnenkort iets van jullie terug.